radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ik ben met Jannes Mulder. Welkom Jannes. Ja, goedemiddag. Leuk dat je geen tijd hebt. Ach, ja. Ben je een drukke week? Ja, ik zat ook Don is ook in het roze. Ik ben eigenlijk helemaal gespoord geworden van het roze, want ik was zondag al in Tiel, met Dumoulin. Ook in het roze? Ook in het roze. En toen dinsdag is Steenwijk in het roze. En nu ga ik zo weer in het roze. En gisteren ben je in het wit? Ja, gisteren was ik in het wit, maar nu ga ik straks in het roze, want die snietjes ben ook het roze. Roze. Oh ja, dat is leuk. Ja. Daar ga je er. Eén gisteren. Hoe vond je het? Ja, dat vond ik leuk. Ja? Ja, was, hazes was natuurlijk een beetje spannend, hè, hoe het allemaal ging. Oh, dat is toch eigenlijk triest. Dat is triest dat we het alleen maar met hazes nog niet eens van hoe leuk... Nee, het was ook leuk. Maar, ja, nee, precies. Maar dat is toch... Ja, nee, maar ik bedoel ook niet jou te beschuldigen, maar meer zo van... Oh, iedereen heel zaad was en van, oh, gaat er wel, gaat er wel. Nee, het is maar ja, goed, kijk, ik was presentator, dus als het dan misgaat, dan moet je ingrijpen. Ja? Dus dan ben je al wat anders dan anders. Ja. Nou, en toen kwam... De Glamorama, dat is zo ongelooflijk goed. De voor en de na en het laatst. Er zit dan Stella van Meulen in het giethoorn. Ja, dat is dat een briljant, is dat geweldig. Ik had echt een keer kiepenveld hier van, prachtig. Nou, en toen de Ambo, die kwam ook nog. Dat was ook leuk. En die Gerard Jolik was ook geweldig. Ik ben geen fan van Gerard Jolik, maar ik vond het geweldig hoe hij dat deed en hoe hij met de mensen op de foto ging en hoe hij dat publiek bespeelde. Ja, dat vond ik echt geweldig. Ja, want dat publiek is echt wel voor een heel groot deel Nederlandstalig minded, zeg maar. Dat is toppers-publiek. Ja, absoluut. Dus toppers-publiek. Ja, ik vond het geweldig. Echt waar. Ik heb en daarover gesproken, werd die prijs gewonnen dan? Ben je dat zo? Ja, ik ben nog 5 uit het hoofd, maar ik ben dit kwijt. Oh ja, nou ja, dat komt erbij. Nou, laten we naar de dag van vandaag. Jij gaat het roze en wat ga jij me doen? En wat gaat er gebeuren? Nou, ik ga straks de traditionele Twinkie-tikken becommentariëren. Dat vind ik wel mooi, want ja, dat is een van mijn allereerste activiteiten die ik ooit heb gedaan. En al die jaren door, zelfs met wielerrondes, dat tegelijk was zeker prima. Oh ja. Maar ik doe wel Twinkie-tikken. Oh ja, ja, ja. En dan ga ik door, vanavond ben ik ook presentator van Ron Heijs en Stonewood en de Bounty Hunters. Nou, dat komt wel goed. Oh, presenteer je vanavond ook? Ja, vanavond ga ik weer presenteren. Maar donderdag gaan we dan niet, hè? Nee, donderdag gaan we niet. Nee, dat nee, dat komt zo, hè? Omdat het gaat waaien. Dus dat komt zo. Nee, maar nee, dat toch al. Wij zijn van Jelmer Swinterteam goed voorbereid, want we hebben de rondte al gedaan en we weten niet wie moet. Wel en anders dan moet je altijd, jongens, wie willen nog mee en nu weer opgeven. Wat is nou allemaal dat gebeurd? 120 opgaves per e-mail hebben we daar getroffen. Ja. 120? Ja, en nu is het ook zo dat, dus we hebben nieuws, hè, primeurtje voor jullie ook. In het Nederlandse studietipbond is besloten dat de deelnemers moeten tegenwoordig een contractje tekenen. Ja? En dan ben ik in de blubber gehad en die slimme neur, die en die blimmerin, of je... Och, nee, je kunt blimmerin. Ja, maar tegenwoordig een eien. Meestal, die eien dan gezeur. Dus, ik heb trouwens nog wel eien in gisteren. Ja, ik hoor. Ja. Daar heb ik vanmorgen een behoorlijk haast vandaan. Nee, alle gekken door een stokkie. Ik ga nu naar het Sinti gebeuren toe. Ik wens jullie veel succes. Nou, dank je. En nou, ik hoop dat Don is er ook, hè? Ja. Zal ik een meerland doen? Zal hij dat wel? Hij als man van het roze, als de lichtkampioen, zag ik hem zo gek in. Als extra deelnemer. Tim wil een bijzitter. Ja, oh ja, ja. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ga ik proberen te aangeven. Probeer dat maar eens in. Denk niet dat lukt, maar... Je weet het. Wie niet waagt, het nooit. Wie niet waagt, blijft altijd maar. Nou, doeg. Jan, succes en bedankt, hè.